Deze wedstrijd gaat voor altijd in jouw geheugen gegrift staan. Het is jouw debuut en je scoort meteen. Ja, het is uiteraard een fantastisch gevoel om een debuut te maken en direct mijn eerste goal mee te pikken. Ik speel al heel lang voor de jeugd van Antwerpen en heb altijd al gedroomd om in de eerste ploeg te staan. En nu ik eenmaal de kans krijg, en, score ik. Dat is gewoon een droomdebuut en dat om nooit te vergeten. Ja, je zegt het zelf, je speelt al lang voor Antwerpen. Je kent ondertussen ook jongens als Oemar Diouk, Robin Leenaerts, Robbe, Seppe Kiel. Hoe is het om met hen, of toch met een deel van hen, samen in de ploeg te staan? Ja, in de jeugd hebben we vaak tijd doorgemaakt, trainingen, ook buiten trainingen waren we goede vrienden en nu op veld staan. Dus dat maakt het gewoon nog aangenamer en veel makkelijker om te voetballen. Oemar Diouk heeft me ook de assist gegeven, dus we vinden elkaar makkelijker op het veld, aangezien we elkaar kennen. Ja, het was een heel mooi doelpunt, hè? Vertel het zelf maar, dan plakken wij de beelden erbij. Oemar Diouk zag mij vrijstaan, hij gaf me de bal. En ik ben linksvoetig, ik nam de bal aan met mijn linkse voet en de verdediger dacht dat ik ging schieten. En ik legde de bal klaar voor mijn rechtse voet en dan trapte ik met mijn rechtse een plaatsbal en het was binnen. Dus dan was ik heel blij. Ja, het is iets dat we niet snel gaan vergeten. Je speelt nu in de voorbereiding. Er komen nog veel wedstrijden in de voorbereiding. Hoop je dan nog af en toe mee te kunnen optreden met het eerste elftal? Ja, natuurlijk hoop ik dat nu ik mijn stempel heb gedrukt. Nu hoop ik voor meer kansen en meer mogelijkheden. Mijn vertrouwen gaat vanzelf dan opbouwen en dan gaat mijn spel ook vanzelf beteren. Dus we zien wel wat de trainer mij geeft. En de droom is het debuut in de competitie? Ja, het debuut in de competitie is mijn droom voor het volle Bosuil Stadion. Normaal zit ik zelf in het stadion altijd de spelers aan te moedigen. En als ik op het veld mag staan, dan is dat een droom om nooit te vergeten.